morgen, het is van een vrijdag, ik weet even niet welke datum. Maar het leek me leuk om eens een dagje te vloggen. En ja, dat doe ik dus vandaag. Ik heb niet heel veel boeiends op de planning, maar wel dingen die gedaan moeten worden. En ik ga zo naar de IKEA. Vandaar dat het zo vroeg is. Ik ben ook echt net wakker. Dus ik ga me zo douchen en dan ga ik naar de IKEA. Ik film nu met mijn mobiel, dus ik ben even aan het kijken of dat, of de kwaliteit ervan goed is. Als het niet zo is, ja, sorry dan, want ja, dat ben ik nu even aan het uitproberen. Maar ja, zo. Nou, ik ben aangekleed en ik heb gedoucht en gemake-upt en zo, zoals je kan zien. Misschien wel, misschien ook niet. Ik ga zo dus naar de IKEA. Het is nu bijna 8 uur. We gaan om 7:45 weg. Dus kan ik zo nog even... Ja, ik ga niet echt ontbijten, want ik ga natuurlijk bij de IKEA ontbijten. Hoe kan het ook anders? Gewoon even wat drinken en mijn medicijnen, denk ik. En daar hou ik het bij. Ja, ik werd vanmorgen wakker. Hebben jullie dat ook wel eens? Als je wakker wordt en dat je dan allemaal keelpijn, hoofdpijn en zo. En dat je gewoon een beetje lamlendig voelt. Ik heb dat ja, af en toe wel eens. En dan in de loop van de ochtend gaat dat zo weer weg. Maar dan word je zo vervelend wakker. Maar goed. Ik ga zo dus even een soort van ontbijten. En dan naar de IKEA. Ik hoop nog even een Alix-kastje te scoren bij de IKEA. En nou ja, ik neem jullie gewoon mee natuurlijk. Gezellig. We zijn er! Lekker ontbijten! Yes! Yay! Zo, ik ben weer thuis zoals je misschien kan zien. Ik heb net geluncht en ik heb wat gekocht en dat ga ik even laten zien. Natuurlijk mijn kastje, die ga ik zo in elkaar zetten. Deze bak. Papier. Dat is leuk om cadeautjes of zo in te pakken, want ik heb die giveaway. Die is inmiddels al afgelopen als deze video online komt. Maar ik dacht, het is leuk om die in te pakken. En een geurkaars. Die ruikt een beetje poederig. Dus vond ik wel lekker en hij is roze. Dus die is misschien wel... leuk zo of zo. Dus ik ga zo mijn kastje rustig in elkaar zetten. Ik ben wel echt heel erg moe en nog steeds niet helemaal fit. Maar goed, dat mag de pret niet drukken. Dus ja, ik ga het kastje in elkaar zetten. Ik ben benieuwd hoe moeilijk het is. Maar ik vind zulke dingen altijd heel erg leuk. Ik weet niet of ik daar de enige in ben, maar ja, leuk. Nou, dan gaan we dan maar. Eerst even kijken hoor. Dit is hem. Veel van die dingen ook. Dus ja, wens me maar succes. Nou, er begint al ergens op te lijken. Ja, yeah, hij is helemaal off. Zoals je kan zien is hij af mijn kastje. Ah, yes. Het viel wel mee hoe moeilijk het was. Ja, het was wel even gepuzzeld. Maar ja, IKEA pakketten zijn altijd zo makkelijk. En ik vind het gewoon heel erg leuk om lekker even gefocust te zijn op één zo'n ding en iets te maken. Kijk, want nu heb ik wel een mooi, mooi kastje. Dus dat vind ik heel erg leuk. Even denken wat ik nu ga doen. Ik ga even opruimen. Dus hier echt een bende. Dus... opruimen op vrijdag doe ik altijd de bovenverdieping, maak ik even schoon. Ja, even gewoon wat stoffen en zuigen en even de badkamers gaan maken. Dus dat ga ik ook even doen. Dat film ik niet, want het is best wel saai eigenlijk. En daarna denk ik dat ik mijn kastje ga inrichten natuurlijk. Spulletjes erin doen die ik graag wilde en leuk iets erbovenop zetten. Ik weet nog niet precies wat ik ga doen, maar ja, dat is eigenlijk bijna het hele leukste van het kastje. Op het in elkaar zetten na. En ik moet ook Expeditie Robinson nog terugkijken van gisteren. Daar heb ik niet gekeken omdat ik was wezen sporten. Ja, en ik denk gewoon dat ik mijn pyjama zo aandoe. En lekker kop thee, chocola hebben we vast niet. Of iets anders lekkers. Gewoon even, want ik ja, vond me nog niet nog steeds niet helemaal fit. Ik weet niet wat het is. Dus ik dacht, gewoon rustig aan doen. Ik zei dat het een puinhoop was, maar dat is het echt. Kijk. En dit is alleen nog maar mijn werkkamer. Hè? Mijn slaapkamer is ongeveer hetzelfde. Dus dan ga ik even opruimen en dan ben ik weer bij jullie terug. Nou, het is opgeruimd. Hij staat zo. Dat is afval hoor. Dat gaat nog weg. En ja, ik ben er super blij mee. Ik heb hem ook meteen ingericht. Met allemaal dingen die ik nog kan reviewen. Dit ook. Met snoeren. En onderin met verpakkingsmateriaal. En dit is wat ik had gekocht. Ja, dus ik ben er wel heel erg blij mee. Ik heb dit mandje bovenop staan. Die heb ik bij de kringloop gekocht. En leuke bodyshop spulletjes. Omdat die er zo leuk uitzien. Ja. Dus ja, ik heb hem al goed opgeruimd. Ik ga even een kopje thee halen. En dan kijken of er wat lekkers te eten is. En dan ga ik lekker Expeditie Robinson kijken. En ik heb die doos bewaard van de kast voor Sinterklaas. We doen dat de surprise is. En ik ga niet verklappen wat ik ga maken. Omdat... misschien diegene die ik heb getrokken wel kijkt. Of in ieder geval iemand van mijn familie kijkt. Maar ik heb heel veel karton nodig. Dus deze bewaar ik mooi. Daar kan ik dus mooi wat van maken. Doen jullie ook met surprises trouwens thuis?
doen jullie dat of niet? Ik vind dat altijd wel leuk om te weten hoe mensen dat vieren. Sommige mensen vieren Sinterklaas helemaal niet meer. Ik vind dat altijd wel leuk. Maar ja, ik ben benieuwd wat jullie doen. Maar ik ga thee halen en wat lekkers. Tot zo. Zo, ik zit er al helemaal klaar voor. Kijk. Ik heb mijn thee en het koekje en ik lig gewoon in bed. Ik heb mijn joggingbroek aangedaan. Ja, het is echt een beetje een lui dagje. Dus ik weet niet echt of jullie het echt leuk vinden, zo'n vlog. Laat dat vooral weten. Ja, Expeditie Robinson staat al klaar. Ik ga er nu op klikken. Dit is de aflevering 12 van 20 november. Het is nu 21 november, dus die van gisteren. En ja, ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren, wie eruit gaat en zo. Dus leuk. Even een spoiler alert. Expeditie Robinson was echt heel spannend en heel leuk. Ik vind het echt een leuk programma. En Mr. Polska is eruit. Ik vond hem altijd wel heel erg grappig. Dus dat is wel, wel jammer. Ja, ik vind Expeditie Robinson echt heel erg leuk. Kijken jullie het ook? Of hou je er niet zo van? Ik vind dat leuk. Ik zou het zelf denk ik echt niet kunnen. Maar ik vind het super leuk om naar te kijken. En stiekem ben ik een beetje voor Ferry. Die vind ik altijd heel erg leuk. En voor Crystal. Die twee die mogen voor mij wel naar de finale. En ja, ik vind het zo'n leuk programma. Ja, ook gewoon grapjes tussendoor. En ook wel een beetje spannend. Van wie gaat er winnen? Wie gaat eruit? En mooi gefilmd ook. Ik kan er ook heel erg van genieten als ik zie als iets mooi is gefilmd. Mooi is geëdit en zo. Vind ik gewoon heel erg leuk. Maar inmiddels is het al kwart over vijf. Dus we zullen ook zo wel gaan eten, denk ik. We eten zuurkool. Ik had nog geopperd om patat te eten, maar dat ging niet door. Dus ik eet zuurkool ook lekker hoor. Ja, dus eten ben ik al lang blij mee. Even denken. Ik moet eigenlijk nog één of twee artikelen schrijven. Dus ik denk dat ik dat zo nog maar even ga doen. En misschien ook na het eten nog even. Dus ja, ik ga nog even aan de slag. Nou, het is alweer iets later. Ik heb even een artikel geschreven nog. En ik heb geprobeerd om de video's die ik dus vandaag allemaal heb gefilmd. Heb ik geprobeerd om die op mijn computer te zetten. Maar dat lukt dus niet. En ik snap het niet. En ik ben gefrustreerd, want het is moeilijk. Ja, ik laat het voor nu al even. Misschien dat het morgen wel lukt. Ik hoop het. Maar ja, als je deze video ziet, dan is het dus kennelijk gelukt. Het is 8 uur. En ik ga zo lekker naar beneden even tv kijken, een beetje lui doen. Dus ik wil bij deze de vlog afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond, dat je het niet heel saai vond of zo. Want ja, ik heb in principe niet zo heel veel gedaan. Ik hoefde niet te werken of zo. Ik heb niet heel veel aan mijn site gedaan. Ik heb gewoon lekker lui gedaan. En ja, ik hoop dat jullie dat wel leuk vonden om naar te kijken. Ja, dus ik ga nou voor de tv hangen en vroeg naar bed. Dus ja, dan ja, is het niet zo heel boeiend meer om te zien. Jullie zien het trouwens wel. Als ik zo zit, een sneak peek van mijn kamer. Er komt binnenkort een roomtour online. Dus ja, abonneer als je die wil zien natuurlijk. Ja, ik vond het wel een beetje onwennig aan de kamer. Omdat ik nooit zo heel vaak vlog of zo. Dus ik moet er nog aan wennen. Maar ik hoop dat jullie het in ieder geval wel leuk vonden. Geef vooral een duimpje omhoog als je het leuk vond. Hè? Want dan weet ik dat jullie het leuk vonden. En dan zie ik je de volgende keer weer. Doei!